Lieve mensen van YouTube, hier NeoGaming24 en welkom terug bij deel 2 van Total War Warhammer. De Dwarves. Daarmee gingen wij proberen de wereld van Total War te veroveren, of Warhammer te veroveren. Nou, misschien hoort ik alleen je stem. Ik ben een beetje aan het bijkomen van een griepie, maar ik dacht, ik ben wel weer beter genoeg om een filmpje te maken. Even kijken waar we waren gebleven hoor. Want we hadden vorige keer hadden wij de Silver Road provincie helemaal ingenomen. En we hadden volgens mij nu voor de laatste beurt dit dorpje ingenomen. Ja, kijk eens. Dus ik denk als wij niks meer kunnen maken, dat we dan... wel en turn kunnen klikken, dus global, nou dat kost wat meer centjes. Nou, ik denk dat we en turn kunnen klikken. Oh, een skill point. Even kijken welke we beste kunnen kiezen. Wat is dit? Leadership, oké. Nou, ik denk dat we deze wel kunnen doen. Kijken wat de volgende keer weer openkomt. Qua skills. Oh, ik zal wat de timer aan zetten. To the throne of power. Een non-aggression pact. Ja hoor. Dat willen we wel. Met onze mede-dwergjes. Nou ga ik proberen om ook nog een tweede leger te maken. De research is complete. Dus dat is mooi. En aangezien we dus een tweede leger willen maken, proberen we even die recruitment costs naar beneden te halen. We kunnen hier wat bouwen. Upgrade level 2 voor meer geld en andere en om slots vrij te maken om extra gebouwen te bouwen. Oh, hun zijn dus hier al bezig. Nou, dat is mooi. Nou, dat is prima. Gaan jullie gang, jongens. Kunnen wij naar beneden? Want wij hebben met, hoe heet die gasten eigenlijk? Nou, de Red Fangs en de Green Skins. Een andere playable faction wat je kunt spelen. Dan wil ik even kijken of wij nog ergens met iemand kunnen traden. Nee. War Talker is available. Defensive allies, ja. Kunnen ze al. Aye. Let's hear what you have to say. We'll hear it before Oath Gold. Militair wil. Ah, nog niet. Nog niet. Nog niet. Throne bearers! Let's march! We kunnen proberen om de Iron Rock in te nemen. Of nog even terug te gaan. We hebben wel genoeg geld natuurlijk. Even kijken hoor. We hebben 4. Op zich hebben we wel een redelijk sterk leger. Hammers, ja. Nee. Laten we ons klaar gaan maken voor de volgende. Volgend dorpje. Nou, enter. Ons inkomen is best wel redelijk. Per turn. En voor nu nog niet echt heel moeilijk geweest. Ik wilde wel een tweede leger proberen te maken. We moeten eerst even proberen om, een gebouwtje even te upgraden. Zodat we wat sterkere mannen kunnen maken. Negative growth. Oké.
Nou, dat is jammer. Dat is niet anders. En dan wil ik de quest battle gaan doen. Want dit zijn best wel... Nou, dit valt er wel mee. Nou, het valt op zich wel mee. We hebben niet zo'n supersterk leger nodig. Maar... We kunnen deze upgraden voor growth. Nou, dit kunnen we pas bij level 3 doen. Laten we deze hier maar maken. Dan wil ik straks hier al dat andere militaire gebouw maken. Maar laten we kijken of we een ander leger kunnen maken. Oké. Nou, laten we deze maar nemen. Ja, oké. Nu geen geld voor. Maar laten we de Iron Rock innemen. De Greenskins zijn hier al. Die hebben wel een aardig legertje staan hier al. Hier hebben we ook een oorlog mee. Dan kunnen we misschien... Kijk, hun zijn ook al bezig. Dus dat gaat allemaal de goede kant op. Onze grenzen worden aardig secured nu. Welkom, Ken. Ik ben de High King Survey. Ja, we hebben er al oorlog mee. Ja, waarom niet? Ah, misschien had ik meer geld kunnen vragen. Nou ja. Waarom niet? Oké, ja. Even kijken wat onze spannende order is. Kunnen we dat stiekem zo zien? Nee. Hoeveel turns? Jezus, 10. Ja, lekker zeg. Laten we deze doen. Auto is af. Occupy. Very well. Oké. De meid is right. Kijk, het is goed. Moeten we even kijken wat we hier... Iron Mining Pit, ja. Gaat onze inkomen omhoog. Public order is pas bij level 2. Of we kunnen hier een military gebouw maken. Dit is voor... Laten we maar growth doen. Dan hopen we dat we wat sneller die steden kunnen upgraden. Laten we maar wat mannetjes gaan maken dan, alvast. We hebben niet genoeg geld, zie ik dus al. Oh ja, skill point. Charge bonus, is misschien wel handig. Hit points plus 3. Oké, dat was een Norska. Oké. Okay.
Siege Battles. Nou, dat is wel een handige. Melee defense. Kijk, nu gaan hun ons aanvallen. Althans, dat hoop ik. Oeh. Ork boys, dat is 30. Een aardig leger. Maar we gaan het proberen, we gaan ons best doen. We gaan ons best doen. Zullen we de orks eventjes een kopje kleiner maken? Zo. Onze Thorgrim Grudge Bearer. Even tussen de manschappen. Nou, ik hoop dat het wat wordt. Op zich zouden we het moeten redden. Nou, dit is dan wel een beetje irritant. Let's start shooting. Quarrelers. The next kill is ours. Grudge thrower. Nou, dat dacht ik al. Oh. Nou. Oh, oh, oh. Mijn is beschermen. Oh. Nou, kom op. Ja. Onze archers. Nee. Ja, daar waren jullie voor, jongens. Om die archers te beschermen. Nou, hopen dat we wat kunnen betekenen met onze lord. Oh joh, een vuurbal joh. Nou, kom op, hammers gaan goed. Onze front niet helemaal. Laten we onze hammers maar hier gebruiken. Nou,
krijgen een recharge van onze oren. Hun legendary lord. Het gaat niet zoals ik wil. Kijk, het is goed. Als ik zeg dat jullie op hun moeten schieten. Spears. Hey. Probeer er omheen te gaan. Kijk, dat was een goeie. Onze mijners hebben helaas opgegeven. Ze komen steeds weer terug. We proberen ons hun legendary lord uit te schakelen. Kom op jongetjes, kom op, kom op, kom op, kom op. Dit hebben we nodig. Hun legendary lord moet eventjes neer. Kom op, kom op, kom op, kom op. Het ziet er op zich redelijk uit. Moet alleen nog even doorzetten. Even kijken, waar is onze, ja. Kijk. Hun legendary lord, waar is die? Gewoon schieten. Gewoon schieten. Hun zijn ook bezig met magic, als het goed is. Nou. Beetje irritant, die Goblin Wall Warriors. Ja. Doorpakken. Proberen om hun te verstevigen. Hier gaat het ook wel redelijk. Even de legendary lord moet eventjes neer. Vol hier nou op. Nog één keer een vuurbal. Oh, dat is het zo. Dan komen ze toch weer terug. Wat is dat nou, joh? Zo, dan moet je erop. Een beetje irritant. Hier, ze komen toch weer terug. Dus normaal gesproken... We hebben een recharge met onze lord. En dan gaan ze weer terug. Victory, kijk. Nou, het was geen makkelijke strijd. Give them hell. Zitten. Ja, we hebben geen paarden, dus leadership test achievement prestatie ongehandeld. Kijk, nou, dat was een pittige strijd, mensen. Maar ik denk dat we ons goed hebben verdedigd. We zijn aardig wat manschappen verloren.
Je zal natuurlijk weer net zien dat die Greenskins, dat leger wat er al klaar stond, nu ons gaat aanvallen. We hebben helaas niet hun Legendary Lord kunnen uitschakelen. Maar goed, ze blijven nu wel voorlopig eventjes weg. We hebben het aardig groot leger verslagen, dus... Dat was het zeker, ja? Kill. Iedereen, wegwijzen. Your prestige grows, my lord. Oh ja. News of your conquest spreads far and wide. Oh. Your developing power is noted by even the most distant of kings and bestial lords. Nou, laten we deze maar doen. We hebben nu al ook een ander al die ons leadership gaf. For the ancestors, with the time of Hus, a distant memory, the draw should look to the future and a restoration of the Karas Ankor. The mortality around. So, and even beyond their traditional mountain homes, the dwarves can claim. Nou, laten we dat proberen. Van nou iets wel echt lekker klinkt het Engels met mijn verkouden hoofd. Ja, dat zal wel natuurlijk. We hebben natuurlijk die penalty. En we hebben natuurlijk net die... Dat andere dorp, dat andere stad ingenomen, Iron Rock. Dus onze... Public Order zal niet helemaal lekker zijn, maar ik ga toch proberen, dat duurt twee turns. Maar het is niet anders. En ik ga deze toch disbanden. Voor ons inkomen, dat hebben we toch niet nodig. Toch nog even mee wachten, kijk. Want we kunnen hier ook mee. Ons public order mee doen. Income gaat omhoog hiermee. Dus dat gaat allemaal wel goed. Even kijken hoe het ook weer kon zien hoe lang het duurde voordat je... voordat je provincie groeide om een tweede te maken. Oh, hier al. Oké. Okay. Nou, alles gedaan. Al die gebouwen hebben we nu... wat we kunnen bouwen, kunnen we bouwen. We zien wel of we volgende aflevering... deze Greenskin Army mogen verwelkomen in onze nieuwe Iron Rock.